is alweer tijd voor internationaal bezoek hier bij ons in de studio. Ze zijn helemaal van Nederland naar hier gekomen. Ik heb het natuurlijk over Psycho Pass! Welkom bij ons. Zet jullie neer. Alles goed met jullie? Super, zeker. Hebben jullie een leuke reis gehad van Nederland naar hier? Heel leuk, heel spannend. En komen jullie dan samen of komen jullie dan apart? Samen. Toch gezellig, lekker samen in de auto. Ik heb gelezen op jullie Facebook dat jullie onlangs nog in Denemarken zaten voor een festival, klopt dat? Nee, het was volgens mij, we gingen van Zweden naar Letland. Van Zweden naar Letland. Ja. Jullie waren toch wel een tripje ver weg. Zeker, maar dat, ja, dat gebeurt vaak. Is dat even geleden of komen jullie rechtstreeks van daar naar hier? Of op dit moment bedoel je? Ja, op dit moment. Dat was vorig weekend. Dat was vorig weekend. Want jullie zijn toch wel wereldwijd een van de populairste hardstyle duo's eigenlijk. Zitten jullie dan heel veel in het buitenland? Ja, voor ons is buitenland België sowieso. Ja, natuurlijk. Dus, ja, we zitten heel veel in België. En daar buitenom ook heel veel in Europa. En af en toe zie je Australië, Amerika. Ja, want het is wel drukke tijden voor de hardstyle. Merken jullie daar ook zelf heel veel verschil in? Dat hardstyle nu echt aan het opkomen is? Absoluut. Ja, dus ook zeker in België. Want het was eerst heel veel jump. En nu komt hardstyle er ook een beetje bij. Dat is echt Ja, want daarnet waren we aan het praten. En ik zei dan van Mark with the Case hier ook langs geweest. Dat is ook hardstyle. En zeggen jullie, nee, dat is geen hardstyle. Ja. Dat is iets Nee, dat is jumpstyle. Wat is het verschil? Leg het eens uit, Sven. Jump is lijkt een beetje op oldschool. Ja, dan ga je vragen wat is oldschool. Maar jump is wat droger. Dus het wat minder... Minder elektronische sounds? Nee, minder echo. En dus, het is een stuk simpeler. Het is iets simpeler. Sorry, Mark. Wat meer straight down. Okay. Maar het tempo is dus, toch wel hetzelfde? Ja, het tempo ligt redelijk hetzelfde. Ja. Jump is nog wel iets sneller misschien vaak. Toch? Ja. En jullie willen niets met jump te maken hebben? Nee. Oké. Want ontstel dat hardstyle ooit de beste tijd heeft gehad. Dat kan. Ik hoop voor jullie van niet. Nee, zeker niet. Nee, vast niet. Maar stel dat er ooit iets komt dat het toch wel ooit uitgedoofd wordt. Gaan jullie ooit bezighouden met andere stijlen? Zoals bijvoorbeeld dubstep, wat heel erg hot is momenteel? Ja, we hebben een track gemaakt waar we hardstyle gecombineerd hebben met dubstep. Ja, de Tweakers hebben dat ook gedaan, hè, met Break the Spell. Dat is ook een beetje hardstyle met dubstyle gecombineerd. Bij ons heet die No Fear. En dat is heel vet. Mensen vinden het ook heel leuk. Echt, sommige die-hard hardstyle fans vinden het weer even wennen. Ja, omdat die echt voor hardstyle komen. Ja, luisteren jullie ook naar andere soorten van muziek om jullie te laten inspireren? Want zoals je net zelf zegt, er zijn heel veel verschillende stijlen die gecombineerd worden. Opera met metal met hardstyle, weet ik veel. Absoluut. Dat is ook heel belangrijk. Ja. De meeste nieuwe stijlen zijn ook vaak een combinatie van... meerdere stijlen tezamen. Ja. Dus dat is echt heel belangrijk. En vinden jullie het dan ook jammer of net heel positief dat hardstyle overal wat meer mainstream aan het worden is en wat meer aanvaard wordt? Nee, dat is juist goed. Ja, hoe meer mensen ervan gaan houden, hoe vetter het wordt natuurlijk. Ja. Het is alleen maar leuk als meer mensen je respect geven voor de muziek die je maakt. Oké. En wie zijn voor jullie de grootste invloeden als het gaat over hardstyle DJ's? Psychopunks. Gewoon de grote namen. Daar werken we ook close mee samen. Zoals samenwerken. Edwint is Noise Control is. Ja, want jullie zijn nog maar 3 jaar bezig eigenlijk samen? We zijn 5 jaar bezig. En dan vanaf 2009 eigenlijk begonnen met draaien volop. Ja. Dus begin 2008 zijn we begonnen met produceren van onze eerste plaats samen. Is het toch wel echt snel gegaan dan voor jullie? Toch wel. Ja, super vet toch. En hoe hebben ze jullie dan opgepikt? Hoe hebben ze jullie ontdekt? Dat hebben we te danken aan België, sowieso in het begin. Vertel. We hebben ooit een keer een demo ingestuurd naar een organisator, een feestorganisator en platenmaatschappij in Dirty Works. Dat kent iedereen wel waarschijnlijk, of de meeste. En die waren heel enthousiast en die hebben echt een flink stuk promotie erachter gezet om in België de start te maken. En dat ging heel goed. Eigenlijk zijn we echt in België gelanceerd. Ja. En werden we eerst een beetje een grotere naam in België en daarna pas Nederland. Ja. En vanaf daar zijn we eigenlijk wereldwijd gegaan. Is er veel meer hardstyle in Nederland dan in België wel? Nee, zeker niet. Nederland is echt wel een beetje het hart van de hardstyle, vind ik. En jij ook? Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, en België ook, maar ja... Wij zijn gewoon in België begonnen. Wij hebben het gewoon via de andere weg gedaan. Dat is helemaal goed gekomen. Oké, fantastisch. Ik ben wel heel benieuwd om nog eens naar die clip te gaan kijken. Mm-hmm. En dan sowieso te merken dat dan geen jumpstyle is, maar duidelijk hardstyle. Ja, bij deze weet het wel. Psycho Foundation van Psychopunks. Yeah.
all started in the past was deemed to become legendary. Since the hard kick pioneered the scene, no words are fit to describe how explosive the sound has become. With the force of headbangers and diehard producers, we are now at maximum power. This is what we call evaluation, transformation within the Psycho Foundation. Heel veel liefde voor jullie op de chat van Psycho Fans. Yeah. We love you, we love hardstyle. En we see you at Summer Festival. Maar jullie komen dus naar Summer Festival. Zeker. En nog leuke dingen deze zomer? Defcon, Decibel, Midtjylland, Tomorrowland. Alright, oké, nice. De fans kunnen jullie bezig helemaal vol. Zien. Ja, jullie hebben veel fans. Cubase. Heel hardstyle. Dat blijkt wel. Zie de comments hier voorbij komen. Thanks. Ah, leuk. Leuk. Ja, leuk. Want net zoals Lady Gaga, dat zij de Little Monsters heeft. En Justin Bieber heeft dan de Beliebers. En Nicki Minaj heeft de Barbs. En jullie hebben de Psycho Soldiers. Hoe zijn jullie daar in godsnaam bijgekomen? Nou, het is eigenlijk een track die wij hebben gemaakt met MC Villain. Ah, ja. Die heet de Psycho Soldier. Dus wij zijn daar, ja. Ja, Villain heeft eigenlijk die focus bedacht. Ja. Dus, ja, dat werd Psycho Soldier. En nu zijn er inderdaad zelfs fans die dat gewoon getatoeëerd hebben. Ja, ik heb een foto gezien op jullie Facebook. Die dat ja, heel tatoeëren, cool. Heel hun bizar. Leven. Ja, ik vind het wel straf. Dus goed bezig jullie. Bedankt om langs te komen. En we zien jullie deze super. Zomer graag terug op de festivals en zo. Hè? Dan kom je maar eens langs voor een interview. Oké, super. En dan gaan wij even kijken naar Pitbull en Jennifer Lopez met Dance Again. Oh, yeah.